Hoi, ik ben Wiart Visser, eigenaar van de Buitenhof. We hebben een gemengd bedrijf met akkerbouw en fruitteelt. En daarnaast hebben we een winkel, een theeschenkerij, een pluktuin en bieden wij dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Het leuke aan het boeren in het buitenland van Roon is dat we hier naast telen ook heel veel kunnen laten zien aan onze klanten. Onze klanten wonen heel dichtbij, dus die kunnen hier op de fiets of de voet gewoon kijken waar de appels groeien. Ze kunnen zelf hun appels plukken en andere gewassen ook zien groeien. En daarnaast, omdat wij zo met biodiversiteit bezig zijn, zie je ook heel veel natuur terugkomen en weer terug ontstaan. Dus er komen steeds meer vogels, steeds meer insecten. En dat geeft gewoon een heel mooi klimaat om in te telen. En daarom is het geweldig om in het buitenland van Roon, onder de rook van Rotterdam, boer te kunnen zijn. Nou, op de boerderij leven natuurlijk heel veel verschillende soorten dieren. Wij houden zelf kippen en varkens, maar daarnaast leeft er ook gewoon heel veel biodiversiteit in de boomgaard, in de akkers, in de slootranden. En daar proberen wij ook alles aan te doen hier in het buitenland van Roon om dat te stimuleren. Dus samen met onze collega akkerbouwers zaaien we akkerranden in en zaaien we gewassen in die in de winter blijven staan, zodat er wintervoedsel is voor de vogels. Daarnaast zijn de bijen natuurlijk heel belangrijk en daar zaaien we dan weer verschillende gewassen die we telen, die op een verschillend moment in het seizoen bloeien, zodat er van het vroege voorjaar tot het late najaar nectar is voor de wilde bijen en voor de honingbijen. En je ziet dat dat heel goed werkt. En aankomend jaar gaan we daar vrolijk weer mee verder en hopen we dat weer een positief effect gaat hebben. En daar zie ik wel naar uit om dat te gaan doen. Meewerken aan de expositie in het Natuurhistorisch Museum vind ik hartstikke leuk. Het is mooi dat ons verhaal nu ook midden in Rotterdam verteld wordt. Het Buitenland van Roon verhaal is echt een verhaal wat de moeite waard is om te vertellen. Ik denk dat waar wij hier als boeren, maar ook natuurorganisaties en recreatieondernemers mee bezig zijn, dat echt iets unieks is. En dat doen we eigenlijk ook voor de bewoners in deze stadsregio. Dus het feit dat wij daar nu midden in de stad iets over mogen vertellen, vind ik een prachtige kans. Vind je het na het zien van deze expositie leuk om eens in het buitenland van Roon te gaan kijken? Dan hebben we nu een prachtige actie. Je kan namelijk met je kaartje voor de expositie korting krijgen op de fietsroute die wij door het buitenland van Roon hebben uitgezet. Dat is een fietsroute die wij samen met de coöperatie en met restaurant Abel hebben uitgezet. Waarbij je door het hele buitenland van Roon fietst. En op verschillende plaatsen kom je dan borden tegen met informatie over de plek waar je op dat moment staat. Of het gewas wat daar geteeld wordt. En je kunt podcasts beluisteren ook op die plek. Zodat je echt meer betrokken wordt bij het gebied waar je op dat moment doorheen fietst. En met het kaartje van de expositie kan je daar 1 euro korting krijgen bij de Buitenhof en bij restaurant Abel.